allemaal en welkom bij de echte weekvlog, de toetsvlog. Welkom. Het is vandaag maandag. Ik ga vandaag maandag tot en met vrijdag vastleggen. In de hoop dat ik een goede gevoelens voor krijg bij die toetsen natuurlijk. Maar het is vandaag maandag en ik ben vandaag nog een dagje vrij. Want morgen is mijn echte allereerste toetspas. Dus ik ga vandaag leren. Het zal ons dus gewoon een soort normale toetsweekstressvideo worden op de maandag. Maar ja, ik ga vandaag leren. Ik krijg de kans, dus ik ga het gewoon doen. Goed. Het is inmiddels ietsje lichter aan het worden. Het is precies 8:34. Wat betekent dat het net iets over half is. Over 8:30. Ik ga naar beneden. Ik ben nu echt compleet klaar hier. Met alles aandoen en opruimen, weet ik het. Ik ga naar beneden. En ik ga even eten en misschien gelijk een kopje koffie drinken om een beetje wakker te worden. En gaan we om 9 uur beginnen. Dus ik zie jullie om 9 uur. Ik ga even op mijn gemak wat eten en wat drinken. Dan zie ik jullie over een half uurtje en dan gaan we echt starten met deze weekvlog. We zijn nu inmiddels anderhalf uur verder. Ja. Het is bijna 10:30. En ik ga even naar de winkel. Ik heb namelijk, ik kom er net achter dat ik nog geen documentenmap heb aangeschaft. Wat ook wel gewoon handig is om nu te gaan leren en voor stage. Dus die ga ik halen. En aangezien ik toch even een break wil nemen nu in anderhalf uur, ga ik even gaan langs de Action misschien op Big Bazaar. Even kijken wat het makkelijkste is. Om even voor die mappen te gaan kijken. Goed, ik ben er weer. En we gaan verder. We gaan verder waar ik gebleven ben. Ja. Ik heb even pauze gehad. Ik ben even lekker buiten geweest. Even lekker frisse lucht gehad. Dus we kunnen nu weer verder. Dus ik zou zeggen, we gaan verder met leren. Het is inmiddels 10:30, bijna 10:30. En ik ben even alles aan het weg. Ik ga alles aan het wegzetten. Ik ga namelijk even lekker op mijn gemak lunchen. En ik denk, ik lunch lekker op mijn gemak in mijn kamer vandaag. Ik heb lekker een krentenbolletje met kaas en wat ijsthee. Ik ga even een YouTube-video ondertussen kijken en eventjes een kwartiertje, half uurtje mijn gemak houden. Rustig lunchen. En daarna gaan we verder. Het gaat hartstikke goed. Het gaat echt heel erg goed. Ik had niet verwacht dat ik heel veel zoveel energie zou hebben vandaag om te gaan leren, maar het gaat heel goed. Ik ben nog steeds lekker bezig met leren. Ik ben lekker druk alles aan het opschrijven. Zo onthoud ik het toch wel echt het beste. Het gaat hartstikke goed. Ik krijg onderhand wel een beetje een lamme hand. Maar we nemen zo eventjes een pauze. Misschien een wat langere pauze dan ik normaal in zou plannen. Maar ik ga eens naar de kapper. Ik kwam vandaag in één keer tot de conclusie. Waarvoor gaan we niet gewoon naar de kapper? Weet je, mijn haar...
Ik word een beetje zat zo. En het nou, bijgeknipt. Het hoeft alleen een beetje om mijn oren en mijn nek wat korter. En die plukjes hier wat korter. Voor de rest mag alles gewoon blijven zoals het is. Wat dikte en de look. En zo. Maar ik wil highlights in mijn haar. En misschien voor de mensen die me al langer volgen dan vandaag. Die weten dat ik highlights heb gehad. 2 jaar geleden. En hier wil ik eigenlijk weer terug. Maar ik heb heel veel highlights in mijn lok gehad in die tijd. Maar nu wil ik ze door mijn hele haar. Dus we gaan zien hoe dit afloopt. Ik ga over een half uurtje naar de kapper. Dus ik ga nog heel even door met leren. En dan zie ik jullie als ik terug ben van de kapper. Ik hoop dat het leuk is. Ik weet ook totaal niet wat voor kleur blond ik erin wil. Of bruin of weet ik het. Ik denk wel blond. Maar ik weet ook niet wat voor kleur blond. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. We gaan het allemaal zien. Kleine verandering mag best wel op zijn tijd. Ik ben er weer. En mijn haar is gedaan. Ready? Ah! Ik heb blonde plekken. I love it. Ik vind het zo leuk. Om weer blonde plukjes te hebben. Alleen mijn lok gaat steeds naar rechts. Maar die moet een beetje schuin zo. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het bevalt me echt gewoon heel erg weer die blonde plukjes. En oh, zo lang geleden. Maar zo leuk om het weer te hebben. Maar goed. Ik ben dus na de kapper thuis gekomen. 4:30 was ik ongeveer thuis. 4:30, 5:00. Ik heb heel erg lang bij de kapper gezeten. Het was heel druk. Daarna zijn we gaan eten. Daarna heb ik even bij mijn opa en oma mijn haar laten zien. En nu ben ik thuis. En ik ga zo meteen de aantekeningen die ik vandaag heb gemaakt nog even doorlezen. En dan zit de maandag erop. En gaan we morgen de allereerste toets maken. Ik neem jullie in de ochtend niet mee. Het enige wat ik in de ochtend doe is waarschijnlijk wakker worden. Even wassen, aankleden, make-upje op. Even gauw het eten en de deur uit. En daarna een uurtje en dan weer naar huis. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie morgenochtend als ik weer thuis ben. En ik ga jullie vertellen hoe ik de allereerste toets heb ervaren en of het voor mijn gevoel goed is gegaan. Goedemorgen, ik ben wakker. Het is vandaag dinsdag, allereerste toetsdag. En ik heb heel slecht geslapen. Ik heb zo slecht geslapen dat ik continu wakker was, omdat ik heb het gevoel alsof mijn keel zo dik is. Ik begin namelijk heel veel keelpijn te krijgen en ik ben verkouden. Wat er dus waarschijnlijk ook om me gaat betekenen dat ik ziek ga worden. Yay! Maar ja. Hopen dat gewoon voorbij gaat. Ik ga lekker aan de paracetamolletjes en de zoete drankjes en weet ik het wat. Maar het wordt al licht buiten. Dus ja. Ik ga naar school toe. Ik ben helemaal klaar. Tas ingepakt. Mobiel opgeladen. Ik heb mijn schrift mee zodat ik in de bus nog even kan doorlezen. Ik ga even wat drinken pakken. Dat heb ik wel nodig vandaag. En dan gaan we een uurtje naar school voor toets. Let's go. Goed, ik ben weer thuis. Ik heb mijn allereerste toets gehad en die is heel erg goed gegaan. Voor mijn gevoel ging het allemaal heel makkelijk en ik wist alle antwoorden zo te benoemen. Maar er was één vraag waar ik dus heel erg over twijfelde, dus dat ging wel wat lastiger. Maar voor de rest is alles hartstikke goed gegaan. Ik ben inmiddels thuis. Het is tijd om te gaan leren voor mijn tweede toets. En ik ga even een video editen. Dat ga ik nu eerst even doen. Ik ga ondertussen ook even omkleden, want ik heb deze grijze spijkerbroek. Oeh, die kan je net niet zien. Ik heb deze grijze spijkerbroek aan. Maar die zit gewoon heel vervelend. En ik denk, ik ga gewoon lekker wat makkelijks aan doen. Dus ik ga lekker deze comfy pyjamabroek aan doen. Ik weet dat ik heb gezegd dat het normaal geen goed idee is om dat te doen. Dat je dan heel snel in de chillmodus gaat. Maar ik heb best aardig wel wat energie. Al lijkt het niet zo, want ik ben een beetje ziekjes aan het worden. Dus ik ben heel verkouden, mijn keel doet zeer, ik ben helemaal niet zo lekker. Maar ik heb best heel veel energie om lekker aan het werk te gaan. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga mijn edit laptop pakken. En dan ga ik aan de slag. En dan zou ik zeggen, let's go. Laten we gauw gaan beginnen. Goed, de video is geëdit. Die staat daar nu lekker te renderen. Oh. Ik heb een klein zitplekje gemaakt trouwens, deze. Dit bankkastje dingetje. Dat wilde mijn moeder naar boven doen. Maar ik vond dat veel te leuk. Dus nu heb ik hier een kussentje op deur gezet. Zo.
En dan kan je daar gewoon lekker zitten. En het is ook een kastje, want dit kun je open doen. En dan kun je spullen erin doen. Dus ik vind het wel helemaal toppie. Ik ga nu leren. Ik leg dit even allemaal hier neer. Ik ga nu leren. Ik ben eigenlijk al stiekem al even bezig. Wat ik dus net zei over dat ik me gewoon prima voelde, is nu dus totaal anders. Ik begin me nu dus even rotter te voelen. Dus ik ga even proberen een uurtje te knallen. Dan eventjes een uurtje mijn gemak houden, dingetjes doorlezen, gewoon niet schrijven. En daarna gewoon weer proberen te schrijven, maar ik ben echt uitgeput. Maar goed, ik heb weer precies tijdens de toestand dat ik ziek begin te worden, dus gezellig. Ik ben lekker aan het leren geweest. Ik ben weg geweest. Ik ben vanmiddag naar het centrum geweest, naar het dorp. Omdat ik een mail heb gehad van stage. En in die stage mail stond dat ik een beetje kort dag, dus ze konden me niet meer op gesprek vragen, weet ik het allemaal. Maar er stonden ook kledingseisen in die mail. Namelijk op mijn nieuwe stageplek wist dat ik een zorgjasje draag. Nou ja, die heb ik. Die ligt daarboven. Ze willen dat ik donkerblauwe broeken draag. Waarom weet ik ook niet precies. Maar dat ga ik allemaal nog wel vragen als ik er eenmaal ben. Maar toen kwam ik dus tot de stress dat er ook witte of eventueel donkerblauwe schoenen. Maar ja, die heb ik allebei niet. Dus ik denk, oh nee hè. Dus ik moest verplicht gaan winkelen. Nou vind ik dat niet heel erg, maar... Ik moest dus gaan kijken voor witte schoenen en donkerblauwe broeken. Want ik heb maar één donkerblauwe broek. Voor de rest is allemaal lichtblauw. Dus ja. Ik moest gaan kijken voor schoenen. Ik ben wel geslaagd. Ik heb witte schoenen met een bronzen achterkant. Zo'n hoekje. En de dopjes waar de veters doorheen zitten zijn koperkleur. Bronzen koper. Nou heb ik deze schoenen. Ik ga jullie een stukje draaien. Tadaa. Deze schoen heb ik gehaald. Deze mijn voet zit echt tot hier. Maar deze heeft dus een extra sol. Vind ik wel lekker. Dus die. En ik heb 3 spijkerbroeken kunnen weten scoren. En in totaal was ik maar gewoon precies 50 euro kwijt. Valt hartstikke mee toch? Ik heb de kosten ook gedeeld met mijn moeder. Dat ik het niet nodig vond dat zij alles ging betalen. En ja, ik vond het ook niet nodig dat ik alles ging betalen. Dus we hebben 50-50 gedaan. Maar... ik ben best blij. Ik heb 3 goede spijkerbroeken waarvan ik er morgen ook eentje aan ga doen. En 2 paar leuke witte schoenen. Dus ik ben mezelf nooit zo heel erg van het wit. Het is even wennen, maar ik vind het op zich wel doen. Ik vind het wel leuk. Dus prima. Ik ga nu ondertussen... Het is trouwens 5:30. Het shoppen ging niet zo heel snel. Ik ga even verder met leren. Althans, ik ben bezig verder met leren. En daarna ga ik eten. Waarschijnlijk. Ik zei wel tegen moeder dat ik heel vroeg wilde gaan slapen vanavond. Zodat ik morgenochtend 6:30 op ga. Me klaar ga maken. En in de tijd die ik dan nog heb. Dat ik dan nog even ga leren. Omdat ik niet zo heel erg veel voor dit vak heb kunnen leren. Of heb geleerd. Ik heb me heel veel gestort op het vak wat ik vandaag dus af ging toetsen. Zorgplannen. En op het vak... ziekteleer. Het is misschien een beetje dom, maar het is ook niet zo dat het een heel moeilijk vak is of zo. Het is vooral logisch nadenken. Dus kijken hoe het gaat lopen. Maar in ieder geval ga ik nu verder met leren. Dus ik denk dat ik jullie morgenochtend zie als ik lekker wakker ben en helemaal klaar ben gemaakt. Het was een ochtendfeest. Is ook niet altijd alles. Goedemorgen. Ik ben inmiddels weer wakker. Ik ben inmiddels aangekleed. Make-up is gedaan. Alles. Ja.
Ik ben nog even aan het leren. Ik ben druk bezig. Ik hoop dat alles vandaag goed gaat. Deze toets heb ik best wel een hard hoofd in, omdat ik hem best wel heel erg lastig vind. En ik vind het lastig om van dit vak alles te moeten onthouden. Het zijn best allerlei onderwerpen dat best wel lastig is. Dus dit is niet zo heel erg makkelijk. Maar we gaan zien hoe het gaat lopen. Ik ben om kort voor 7 opgegaan. Ik had kort over 6 mijn werkrecept. En toen die ging, dacht ik, no way dat ik er nieuw uit ga. Dus ik ben nog even blijven liggen. Maar ik ben inmiddels wakker. Even hoor. Dus ja, het gaat best goed. Ik ben best wel bang voor dit vak vandaar dat ik nu dus weer aan het leren ben. Wat ik zo meteen ga doen, is ik ga alles wat ik op heb geschreven in dit schrift, neem ik mee naar school, zodat ik in de bus onderweg nog even wat kan doorlezen. En voor de rest zie ik op zich wel wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat het heel erg fout kan gaan, dit. Maar we gaan het allemaal zien. Daar ben ik weer. Oh, echt. Wat ging deze toets slecht. Nou ja, het is niet zo dat hij helemaal slecht ging. Ik wist wel een aantal dingen. Maar er waren ook heel veel dingen dat ik gewoon compleet door elkaar haalde. En gewoon, ik wist het gewoon echt niet meer. Ik had echt een beetje een blackout bij heel veel vragen. Dus ik hoop dat het toch nog net een voldoende is. En ik heb wel gewoon mijn best gedaan. Ik heb echt zitten piekeren op die vragen. En op een gegeven moment wist ik het echt niet. Ik dacht van ja, weet je, ik vul wat in. Want misschien is het nog goed, maar... Dus ik ga niet de hele dag zitten leren. Ik wil ook even mijn gemak houden. Want ik heb morgen natuurlijk nog een hele dag. En vrijdagochtend heb ik ook nog. Dus ik mag wel even mijn gemak houden. Ik ga even chillen. Even een aantal YouTube-video's kijken. Want ook dat heb ik gewoon gemist tot en met. Zien hoe het vandaag verder gaat lopen. Jullie gaan ook lekker zien hoe alles gaat lopen vandaag. Want ik neem jullie natuurlijk gewoon lekker mee weer. Goed, aangezien ik lekker aan het relaxen ben op mijn gemakje, kwam ik net tot de conclusie om mijn nagellak er waarschijnlijk af te gaan halen. Het begint af te bladeren. En aangezien het er vrijdag, vrijdag wil ik het er sowieso af hebben. Nou ja, dat is over 2 dagen. Dacht ik van waarvoor haal ik het er vanavond niet? Gewoon, of tenminste nu gelijk eraf. Dan doe ik nog wel een beschermende laag, omdat ik nog wel iets op mijn nagels heb zitten. Maar geen felle kleur meer. Aangezien het toch aan het afbladeren is, leek het me best wel een goed idee. Dus ik ga het afhalen. Ik vind het zonde, want ik vind het gewoon echt een hele leuke kleur. Een hele mooie rode kleur. Maar het gaat zo afbladeren nu. En het wordt gewoon heel lelijk. En voor de mensen die mij kennen, vind ik het de laatste tijd hartstikke leuk om kleurtjes op te hebben. Maar zodra het afbladert, moet het er ook gewoon echt vanaf. Dus ik ga het er afhalen en een beschermende laag over mijn nagels doen. En dan een, op stage mag ik toch niet meer met nagellak rondlopen. Dus ik vind het alleen maar nice om het er dan nu al af te halen om goed te wennen dat ik gewoon geen nagellak meer op heb. Maar goed, ik ga het eraf halen. Als jullie kunnen herinneren, heb ik een aantal vlogs geleden verteld dat ik binnenkort een afspraak heb bij de dermatoloog. Nou, die staat vast, dat is vanavond. Je zou misschien denken vanavond. Ja, er bestaat ook zoiets als avondspreekuur. Was voor mij ook nieuw, maar het schijnt normaal te zijn. Dus daar ga ik vanavond heen. Met mijn vader samen, die gaat mee. Als extra paar oren. Ik vind het eigenlijk best heel erg spannend. We gaan dus voor gesprek om te kijken van... joh, hoe wordt het allemaal gedaan? Wat gaat er nu gebeuren? Lalala. Omdat ik natuurlijk botox onder mijn armen krijg. Waar ik eigenlijk totaal geen zin in heb. Maar ja, het moet. Nou ja, het moet niet. Het is voor mijn eigen bestwil. Maar ik denk dat ik het uiteindelijk wel gewoon heel erg fijn vind. Dus dat. Daar ga ik vanavond aan doen. En ik vond deze rode lippenstift. En ik dacht, oh, die ga ik gewoon weer eens opdoen. Vind ik heel erg leuk. Dus dat. Ik ga zo even middag eten. Want het is onderhand... kort voor 1. Ik heb nog niks gegeten. Alleen maar taart vanmorgen op school. Dus ik ga even lekker lunchen. En dan ga ik vanmiddag, denk ik, lekker gaan beginnen aan het leren.
Goed, ik heb lekker lunch voor mezelf gemaakt. En ik eet nooit zoveel 's middags. Maar nu... Oh. Ik heb 3 boterhammen met extra belegen kaas en komkommer. Oh my god. We hebben vers wit brood. En dan vind ik het hele combo te eten. Verder ben ik echt geen broodklant. Maar als het vers is... I love it. Ik ga lekker genieten met een aantal YouTube-video's. En lekker van mijn lunch genieten. Lekker! Idee. Ik heb allereerst heerlijk, maar ook echt perfect gegeten. Maar ik heb een super goed idee. Ik ga de helft van deze vlog nu editen. Want ik heb zoveel beelden dat ik er waarschijnlijk het weekend een hele dag mee bezig ben. Dus ik ga nu alvast de helft editen. En als ik klaar ben, ben ik weer bij jullie terug. En ik ben er weer. Het is inmiddels 3:30. Als het goed is, let me check. Ja, 3:30. Iets over 30:30. En ik heb het heet, dus ik ga mijn vest uitdoen. One moment, please. Voilà. Ik heb dus vanmiddag nog geleerd nadat ik klaar was met editen. Nu ben ik de superleuke en lieve YouTube-video's aan het kijken van Mark en Zoe. Want die zijn afgelopen weekend op een tripje geweest naar... I don't know. Ergens in Engeland. Super leuk om dat te zien. Dat ze met z'n tweeën op pad gaan. Dan denk ik van, oh, dat wil ik ook. Ik wil ook een maatje waarmee ik op pad kan. En lekker weekendjes weggaan. Maar ja, van welk geld. Maar goed. Ik wil iets zeggen, maar ik ben het weer vergeten. Oh ja. Over ongeveer... Wacht, 4. Over ongeveer 4 uurtjes ga ik naar de dermatoloog. Maar... Aangezien ze misschien wel onder mijn arm wil kijken. Kijk, het is niet hairy tot de max. Maar er zitten wel wat kleine, inimini stoppeltjes. Dus die wil ik zo meteen wel even weghalen. En dat was het volgens mij. Ja, de camera is opgeladen en leeg. Dus dat is mooi. Ja, tenminste de SD-kaart is leeg. En de helft van de video is al geëdit. Met muziek en datums en weet ik het allemaal eronder. Dus het gaat allemaal hartstikke goed. En ik had serieus beeldmateriaal voor 45 minuten. En die heb ik in kunnen korten naar 27. Dus het wordt een lange video. Goed, ik ben mij dus nu aan het aankleden. Ik heb mijn andere nieuwe spijkerbroek aan. How nice is deze? Ik had 2 spijkerbroeken van maatje 36 en deze maatje 38. Ik zal hem hangen en ik denk, weet je, ik neem hem gewoon mee. Als 36 past dit ook. En ik had dus verwacht dat hij eigenlijk net iets te groot zou zijn, maar dat valt echt heel erg mee. Even mijn schoenen aandoen. Met mijn hoge. Ik vind deze echt heel erg nice. Ik had niet verwacht dat ik ze heel erg leuk zou vinden. Ze lopen ook gewoon echt heerlijk. Ik ga zo eventjes, misschien heel ordinair om te zeggen of zo, maar even dit doen. En ja, ordinair is totaal niet, het is gewoon hartstikke normaal. Goed, ik ben iets heel leuks aan het doen. Ik ben namelijk bezig met een bullet journal. Ik wil heel lang een bullet journal maken, maar ik kwam het er niet van of had ik geen idee hoe ik het moest doen. En nu ben ik er dus mee bezig. Ik ben nu de key aan het maken. Dus alles erin wil hebben. En met wat voor dingen ik het aangeef. Dus ja, ik vind het heel leuk. Ik ben lekker even aan lekker bezig. Ik heb toch niet heel veel te doen nu. Dus ik ben lekker bezig.
Gaat goed. Op naar het ziekenhuis. In de metro. Ik wilde per se met de metro. Maar maakt uit. Jee. Mijn pa wilde met de auto, maar ik niet. Goed, ik ben weer thuis. Ik ben bij de dermatoloog geweest. En het was best wel wat goed gezegd. Ik ben wakker. Het is vandaag donderdag. Rio is de hele ochtend al op mijn kamer aan het spelen. Het is heel stiekem ook een beetje vervelend. Maar het is vandaag donderdag. En ik ga zo eerst naar de apotheek om medicatie te halen. In de hoop dat het ook daadwerkelijk gaat, gaat werken. Goed, onderweg naar de winkels. Ik kijk naar buiten. Ik denk, ik moet een paraplu meenemen. Even een aantal boodschappen halen. Ik ben Albert Heijn wezen bij de apotheek. Oh nee. Ik heb het recept laten liggen thuis. Ja hoor. Nee. Weer door die regen. Damn it. Ik heb de hele avond geleerd. Het is nu, volgens mij, is het gewoon echt een uur of half 12, kort voor 12 of zo. Ik heb de hele avond geleerd. Ik ben zo bang voor de komende toets. Het is zo lastig en zoveel. Ik heb in ieder geval hard geleerd. En ik hoop dat het goed gaat komen. Ik ga slapen. En ja. Yeah. Zie jullie morgenochtend. Ik ga morgenochtend ook nog leren. Maar ik ga eerst lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Het is vrijdag. Ik ben inmiddels wakker. Ik ben even mijn oplaadkabel aan het opvouwen. Het leek me leuk om op de laatste dag van de toetsweek... Het is een beetje donker, sorry. Het leek me leuk om op de laatste dag van de toetsweek jullie te laten zien hoe mijn ochtendroutine van een... toetsdagje er een beetje uitziet. Nou ja, ik ben net wakker. Net 3 minuten. 4 minuten. Als ik wakker word, ga ik er gelijk uit. Echt gelijk als mijn wekker gaat, dan ben ik ook echt gelijk wakker. Ik heb heel goed geslapen vannacht, eigenlijk. Ondanks dat ik heel kort heb geslapen, omdat ik heel laat ging slapen, heb ik toch heel goed geslapen. Maar goed, ik ben wakker. Ik ga eerst even naar de wc. Even plassen en eventjes mijn gezicht opfrissen, even wassen. En natuurlijk dat spul onder mijn armen vandaan wassen. En dan zie ik jullie als ik klaar ben met plassen. Ik ben echt blij. Normaal, eventjes een persoonlijk dingetje. Normaal als ik geslapen heb en ik heb geen speciaal spul gebruikt van een dermatoloog of weet ik het wat, van een huisarts, weet ik het wat, apotheek, ruik ik 's morgens mezelf gewoon echt heel erg. Ik zweet heel erg 's nachts ook
En daardoor ruik ik mezelf heel erg. 'S morgens. Maar ik heb vannacht dus dat spul, of gisteravond dus dat spul gebruikt, wat ik nu elke avond moet gebruiken. En naar mijn idee werkt het gewoon nu al. Ik ruik mezelf gewoon niet. Hoe? Ja, of mijn neus is nu kapot, dat kan ook. Maar als dit zo doorgaat, als dat het nu gaat, heb ik waarschijnlijk geen botox nodig en daar ben ik heel blij om. Het gaat echt goed. Tenminste, nu die eerste dag, ik had niet verwacht dat ik me nu al niet meer zou ruiken. Maar ik ruik me echt bijna niet. Maar ik heb het net afgewassen. Ik heb me helemaal gewassen. Ik ga me nu aankleden. En ja. Een beetje make-up op doen. Ik heb nu zo heel veel om mijn full face. Ik heb niet zoveel zin om mijn full face make-up te doen. Dus ik ga me in ieder geval aankleden. En mijn make-up doen. En ondertussen wat YouTube video's kijken. Terwijl ik me aan het klaarmaken ben. Want dat mag ook nooit ontbreken. Helemaal klaar. Ik moet alleen mijn tanden zo nog poetsen en dan ben ik klaar. Normaal had ik nu, als ik nu gelijk weg had gemoeten. Excuse me. Als ik nu gelijk weg had gemoeten, had ik mijn tas gepakt. Mijn eten had dan al klaar geweest, had ik in mijn tas gedaan. Een fles drinken. Nou ja, eten bedoel ik dus een koekje mee of zo, omdat ik natuurlijk maar vaak 1 uurtje naar school moet. Had ik mijn fles drinken in mijn tas gedaan en dan had ik de deur uit gegaan. Maar aangezien ik nu wat meer tijd heb, heb ik wel gewoon gelijk alles gedaan. Alles staat ook al klaar. Alleen, ik kan nu rustig op de bank zitten en ik kan nu op mijn gemak gaan leren. Ik heb alle powerpoints op mijn mobiel neergezet, anders moet ik mijn laptop heen en weer showen de hele tijd. Daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus ik ga nu alles op mijn gemakje doorlezen. En ja, kijken of het allemaal gaat lukken vandaag. Ik ga in ieder geval even leren. Ik heb gewoon tranen van de kou. Goed, ik ben in ieder geval onderweg naar school toe. Het
is echt best wel koud buiten. Het regent ook weer lekker. Tuurlijk, ik moet weg en dan gaat het regenen. Ja. Onderweg naar school. Uurtje toets maken. En dan weekend vieren. Mag mak houden. Uitrusten, bijkomen. Maandag beginnen aan mijn stage. Ik heb vanmorgen de hele ochtend nog geleerd. Het is wel echt lastig. Ik vind het heel lastig. Vooral, weet je, al die moeilijke woorden. Ik zal even mijn camera goed vasthouden. Al die moeilijke woorden vind ik gewoon heel lastig. Om het allemaal te onthouden. Ik haal dat heel snel allemaal door elkaar. Maar ja, in ieder geval, op naar school. Ik heb het heel koud. Oh. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. Al behoorlijk even thuis hoor. Ik ben thuis gekomen. Ik ben lekker mijn gemak gaan houden. Ik ben heel erg moe. Ik heb heel erg last van mijn buik. Ik weet ook niet waar dat in één keer vandaan komt. Dus ik heb lekker mijn gemak gehouden vanmiddag. Toets is best wel oké gegaan. Er zaten een aantal vraagjes in dat ik dacht van oeh, dat weet ik even niet meer. Of dat oeh, dat is lastig. Maar er zaten ook genoeg vragen die ik gewoon zo wist te beantwoorden. Dus ja. Ik denk dat dit wel goed gekomen is hoor, echt waar. Het moet heel raar lopen mocht dat niet zo zijn. Maar ja, in ieder geval. Zo. In ieder geval ben ik weer thuis. Ik ga vanavond naar de bioscoop met mijn opa. Gewoon dat kan en gewoon dat het gezellig is. Dat gaan we vanavond lekker doen. En dat is de update voor nu. Ik ben weer thuis. Wauw. Wat een film was dat. Echt ongelooflijk. Het was zo vet. Even gewoon inloggen. Het is echt een hele toffe film. Weet je, de route is opgezet. De tekst die ze hadden. Zo perfect. Wauw. Het was echt heel erg tof. Jumanji is dus echt een hele goede aanrader. Het is echt heel tof om te zien. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik ga even nog iets opzoeken wat ik moet weten. En daarna ga ik denk ik lekker een film kijken met mijn ouders beneden. En dan was dit de toetsweek vlog. Het was een hele zware week. Een hele vermoeiende week. Maar toch ook wel een leuke week. Vanaf maandag, als jullie deze vlog zien, is het woensdag. Voor jullie twee dagen geleden ben ik begonnen met mijn stage. Ik hoop dat ik het leuk ga krijgen daar. Ik weet het nu natuurlijk nog niet. Maar ik denk dat het me wel heel erg gaat bevallen. In ieder geval zullen er weekvlogs aankomen. Die soms een beetje uit schema zijn. Soms kan er wel eens een weekje niks komen. Omdat ik echt moet weten en moet kijken hoe dit gaat lopen. En natuurlijk gaat school een stage voor. Is natuurlijk iets belangrijker. Dus ja, ik ga jullie sowieso op de hoogte houden. Misschien af en toe een paar aparte updates. Dus even kijken hoe dit allemaal loopt. Met mijn vorige stage kon ik het op zich best heel goed combineren. Mocht het nou vervelend worden met mijn camera, kan ik altijd nog zeggen, ik vlog het met mijn iPhone. Het is gewoon een beetje experimenteren. De eerste week zal ik niks vloggen. Dus jullie zullen me een weekje eventjes niet horen. Maar daarna ben ik zeker wel terug. Of het nou met een update is elke week. Of het nou met een weekvlog is. Het is even kijken hoe het loopt. In ieder geval bedank ik jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En doe deze video natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Als je me heel veel succes en plezier wenst. Met deze nieuwkomende stage van 20 weken. Het was een hele pittige 20 weken. Maar ik denk ook wel een hele mooie 20 weken. Ik ga weer nieuwe mensen ontmoeten. Ik ga nieuwe banden opbouwen. En ja, het gaat gewoon heel erg mooi worden. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zie jullie over iets meer dan een weekje. Doeg! Ja, ik zet de alle.